Dit is een interessante. Stress ontstaat door een gebrek aan focus. Dit is een zaadje die ik graag mee wil planten. Een manier van denken om naar stress te kijken. Stress wordt vaak als iets heel groots gezien. Als iets heel los gezien. Als iets bijna van het grote monster stress. Ik kan er niet zoveel aan doen. Het overkomen. Als je kijkt in het brein is dat niet zo. Als je kijkt naar de hersenen zijn er maar een paar dingen waardoor je stress kunt krijgen. En wederom, dus weer het hoofdthema, focus gaat over het managen van je hoofd. En dat geldt dus idem voor stress. Een van de beste, bekendste stresscoaches en experts in Nederland is Thijs Launsbach. Die heeft hier onwijs veel boeken over geschreven. Zijn nieuwste boek, Werken kan ook uit, komt binnenkort, verschijnt die. Die is echt, dat is echt de expert als je het hebt over stress. En we hebben hier ook heel veel over gespart. En samen met Oscar hebben we ook het model ontwikkeld. Eigenlijk met meerdere dingen die nu samenkomen. Dit is een belangrijk plaatje, een model, het volgende model wat ik aan je wil introduceren, om grip te krijgen op dat stress, om grip te krijgen op je hersenen. Ik ga hem even kort met je doorlopen, want misschien zie je het scherp in beeld, maar misschien niet alle vakjes. Dus ik ga hem even, niet alles in detail, want daar hebben we niet de tijd voor, maar een paar onderdelen wil ik uitlichten. Allereerst zie je een waterlijntje. En dat waterlijntje impliceert onder water, boven water. Onder water is onbewust en boven water is bewust. Het bewuste deel, we noemen het ook wel je denkbrein, vindt zich aan de voorkant van je hoofd, is het meest complexe onderdeel van je hersenen, dus ook het kleinste onderdeel van je hersenen. Dat onderdeel van je hersenen gebruik je nu om naar mijn stem te luisteren, om mee te gaan in het gesprek. Dat is maar een heel klein onderdeel van je hoofd eigenlijk. Het gros van je hersenen bevindt zich onder water, bevindt zich onderbewust of onbewust. En een belangrijk onderdeel wat dan de keuze maakt of iets wel of niet wordt doorgestuurd naar dat kleine bovenste vakje, we noemen dat ook wel je personal assistant. En je personal assistant is een beetje een metafoor om uit te leggen hoe focus werkt. Maar continu de afweging van die 11 miljoen prikkels die je hoofd binnenkomen. Welke ervan mogen naar boven worden gestuurd? Nou, even om aan te geven hoe selectief dit onderdeel van je hoofd is. Slechts 0,00003% wordt doorgestuurd naar je denkbrein. Dat is een gigantisch filter. Als je hoofd niet op de juiste manier weet te managen, dan werkt dit filter niet goed. En dan wordt er veel meer doorgestuurd, waardoor je dat overweldigende gevoel kan krijgen en bijvoorbeeld moeite kan hebben om in slaap te vallen 's avonds. Als je kijkt, waardoor kan je dan afgeleid worden? Welke prikkels kunnen dan je hoofd bereiken? Nou, dat zijn eigenlijk simpelweg maar twee. Dat zijn de externe prikkels. Dat zijn je telefoon, e-mail, collega's, misschien kinderen, partner en dat soort dingen. Maar het zijn ook met name, dat is vaak een belangrijkere afleider, je eigen hoofd. En ik denk als je refereert naar slaap en moeite hebt om in slaap te komen, en ik denk dat meerdere mensen dat herkennen, is het vaak je eigen hoofd waar je het meeste last van hebt. Wat er gebeurt, als je kijkt naar je eigen hoofd, er zijn vier onderdelen wat je af kan leiden. Nou, fysieke prikkels laat ik even achterwege. Maar vaak zijn er bijvoorbeeld taken. Van, ik moet Hans nog even een mailtje sturen. Als een soort boemerang kan het dan ook weer terugkomen. Ik moet Hans nog even een mailtje sturen. Niet vergeten, Hans nog even een mailtje sturen. Als iets drie keer terugkomt, dan kan het ook letterlijk drie keer zo groot lijken. Van een mug een olifant maken, die term. Dat gezegd, dat komt heel erg, heeft heel erg te maken met deze vakjes. Het kunnen ook emoties zijn. Als jij bijvoorbeeld een gesprek hebt gevoerd met iemand en dat gisteren en dat gesprek liep niet zo lekker. Misschien zit er geen vervolgtaak aan, maar kan het wel de emoties zijn die nog een beetje blijft hangen. Of het was niet zo'n fijn gesprek. Of ik weet niet of dit nu wel doorgaat of niet doorgaat. En die emotie kan ook heel erg loopen. Als je vraag vaak blijft terugloopen, noemen we dat technisch piekeren. Als een taak veel blijft terugloopen, noemen we dat technisch stress. En het laatste onderdeel, en dat zullen sommigen heel erg hebben en sommigen wat minder, is nieuwe ideeën hebben. En nieuwe ideeën, ander woord voor is creatief zijn, dat kan heel leuk zijn en heel positief zijn. Maar als je creatief bent, ervaar je ook waarschijnlijk de nadelen daarvan. Van je hoofd kan echt alle kanten optollen met nieuwe ideeën. Nou, ik had daar vroeger heel erg last van. Dat echt, met name ook echt last van. Dat ik tijdens gesprekken gewoon continu afdwaalde naar, dit is leuk. En door grip te krijgen op focus, dan kan je deze loopjes kan je één voor één tackelen, kan je beperken. En gezien de tijd vind ik het ook wel leuk om een heel klein testje met je te doen, om dat te laten ervaren. Ik ga je zo een kleine getallenreeks geven. En aan jou de vraag om die getallenreeks hardop, als dat kan in de setting waar je de webinar kijkt, hardop voor jezelf te herhalen. Je hoeft het verder niet in de chat te gooien, want dat is qua tijd niet handig. Maar probeer die getallenreeks die ik zo aan je gegeven hardop te herhalen. Ja? Simpel getallenreeksje. Dit gaat je lukken. Komt-ie aan. 3. 8, 5, 0. Je mag hem herhalen. Dit was appeltje eitje. Gaan we naar deel 2 van hetzelfde testje. Ik ga je een nieuwe getallenreeks geven. Alleen dit keer wil ik aan je vragen om hem in omgekeerde volgorde te herhalen. Nu wordt je een stukje lastiger. Wederom, je mag niet meeschrijven. Probeer het puur met je hoofd te doen. 7, 3,
2, 8. Voelde je dat dit lastiger was? Voelde je dat dit begon te schuren als het ware? Als ik nog één deel, dan gaan we nog één laatste deel doen. Ik ga je weer een getallenreeks geven. Ik ga weer aan je vragen om dat een omgekeerde volgorde te doen. Alleen dit keer is de getallenreeks een heel klein stukje groter. Ben je er klaar voor? Komt ie aan. 6. 1. 3. 8. 4. 0. 1. 7. 5. 3, 9, 2, go. 2, als je het nu nog weet, op je bonuspunten heb ik ook wat aanvullende vragen voor je. De kans dat je deze getallenreeks perfect in omgekeerde volgorde kan reproduceren is niet zo klein, of niet zo groot. Dus uiteraard super lastig. Je voelt op een gegeven moment, dit wordt te veel. Technisch wat je net hebt ervaren is stress. Stel dat je nu gewoon mee mocht schrijven met dit testje. Was het dan makkelijker geweest? Ja, waarschijnlijk wel. De term die hierbij hoort, en dit is één van de manieren hoe focus stress kan beïnvloeden op de positieve manier en daarmee stress kan verlagen. De term die hierbij hoort is officieel cognitieve distributie. Cognitieve distributie, mooi Nederlands vertaald, is pen en papier. Als je dingen meeschrijft, in dit geval dat simpele getallenreeks hebt meegeschreven, was het appeltje-eitje geweest. En hier ligt een hele rits van technieken onder, maar een saadje wederom wat ik graag bij je wil planten. Vaak hebben we natuurlijk wel een to-do-lijst, maar je hebt ook van die taken waarvan mensen denken, ja, het is eigenlijk te klein om op te schrijven om een to-do-lijst. Oh, wederom, ik moet Hans nog even een mailtje sturen. Oh ja, ik moet Iris nog even bellen. Dan zijn van die hele kleine dingen, oh, ik moet nog even straks nieuwe luiers halen. En van die hele kleine taakjes, die misschien te klein zijn voor je to-do-lijst, maar vaak de meeste energie vreten. Met name als je gaat slapen. Als je gaat slapen en je hebt geen taak meer om te doen, waardoor je soms afgeleid kan worden. Maar je hebt geen taak meer om te doen, geen tv-serie of geen boek meer die je aan het lezen bent. En je gaat slapen, dan heeft je hoofd, met name die interne prikkels, die hebben vrij spel. Dus dan kan je hoofd gaan loopen. Van, oh ja, ik moet Hans nog bellen, ik moet Iris nog bellen. Als je dat opschrijft uit je hoofd, super simpel, super eenvoudig, dan maak je dat makkelijker voor je hoofd om het los te laten. Je vergeet de taak niet, het is niet weg. Het enige wat je doet, je knipt dat lijntje door.